Nou, het organiseren van kinderactiviteiten is zo dankbaar, omdat de kinderen normaal gesproken hier de hele dag in hun kamer zitten, op het terrein zijn. En ze vinden het zo fijn als er een keer wat leuks georganiseerd wordt. Een keer wat anders dan de dagelijkse bezigheden. Het wordt natuurlijk heel erg aangekondigd in Nederland, hè, Sinterklaas. Op school zijn ze er veel mee bezig. Wij promoten het ook al ver voor de tijd. Hè. Ze kunnen kleurplaten maken. Dus kinderen weten echt wel dat Sinterklaas komt. En daar hebben ze al heel veel zin in, al ver van tevoren. Nou, het is echt iets Nederlands natuurlijk. Dus heel veel kinderen kennen het ook niet als ze hierheen komen. Maar wij vinden het heel belangrijk om de kinderen ook mee te laten krijgen wat de kinderen hier in Nederland vieren. Dus wij vinden het belangrijk dat zij hetzelfde zijn en dus ook dit feest mee mogen maken. Wat er zo leuk aan het spelen bij het Wolkentheater is? Precies. Nou, dat het voor een hele bijzondere doelgroep is. Namelijk voor de kinderen die in de COA's of in AZC's wonen. En daar komen we heel graag een beetje vreugde brengen. Mijn rol heeft te maken met een beetje ondeugendheid. En met een mutsje op. En ook wat roetigachtige vegen. We zijn nu met een tournee bezig en we doen 23 verschillende AZC's aan door het hele land. En we zijn nu dik over de helft. Het Wolkentheater komt eigenlijk elk jaar. En omdat we er zo blij mee zijn, hebben we graag dat ze komen. Dus daar zijn we heel blij mee.